Een heel goede avond. De brug die de bezette Krim verbindt met het Russische vasteland is opgeblazen. Het gaat zo goed als zeker om een aanslag. На деформационном шве ушла. Да. Een duizendtal mensen voert nog tot morgenmiddag actie op de terreinen van olieraffinaderij Total in Senef. D'un côté, il y en a qui gagnent des milliards et des milliards, et de l'autre, il y en a qui vont crever, on va dire. Donc, d'un point de vue purement social, ça me révolte. Een sterke Tadej Pogacar wint voor de tweede keer op rij de Ronde van Lombardije. En de Yellow Tigers kunnen niet stunten op het wereldkampioenschap volleybal. Ze verliezen hun groepsmatch tegen topfavoriet Brazilië. Ja, een spectaculaire nieuwe wending in de oorlog in Oekraïne. De brug die de Krim verbindt met het Russische vasteland is zwaar beschadigd door een ontploffing vanochtend. Daarbij vielen volgens Moskou ook 3 doden. De Krimbrug werd gebouwd door de Russen na de annexatie van het Schiereiland in 2014. De ontploffing deed zich voor bij de boog waar schepen kunnen onderdoor varen. Wie de brug heeft opgeblazen, dat is voorlopig niet bekend. Een bewakingscamera op de brug registreerde het moment van de ontploffing omstreeks 5 uur vanochtend onze tijd. De klap was duidelijk enorm. Een trein met brandstoftankwagons die passeerde vatte onmiddellijk vuur. De rookpluim was van ver in de omgeving te zien. Een van de 2 rijvakken van het gedeelte voor auto's kwam in het water terecht. Enkele inzittenden van een wagen kunnen hun ogen niet geloven. На деформационном шве ушла. De boog die ervoor zorgt dat schepen onder de brug kunnen varen, werd volgens de Russische autoriteiten niet beschadigd. Het antiterrorismecomité van de overheid in Moskou zei vanochtend dat de ontploffing werd veroorzaakt door een bom in een vrachtwagen. Сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Dit zou de betrokken vrachtwagen zijn die bij de toegang tot de brug werd gecontroleerd, maar uiteindelijk toch werd doorgelaten. Wie verantwoordelijk is, daarover bestaat nog geen duidelijkheid, maar het is zeker een zware klap voor de Russen. Opmerkelijk is dat een medewerker van de Oekraïnse president Zelensky vanochtend tweette dat dit nog maar het begin is, wat kan worden geïnterpreteerd als een bedekte erkenning dat Kiev achter de ontploffing zit. Russische onderzoekers zijn vanmiddag al ter plaatse gekomen om klaarheid te scheppen over de omstandigheden van het incident. Op de Krim staan rijen voor de tankstations. Veel mensen daar lijken tekorten te vrezen door de vernieling van de brug. De door Moskou benoemde leider van de Krim roept de inwoners op om niet te panikeren. Топлива в наличии больше, чем на месяц. У нас полностью никакого ажиотажа быть не должно. Продовольственные запасы больше, чем на 2 месяца практически по всем направлениям. Рисков в этой части никаких нет. Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии. Соответственно, приступаем практически сегодня. Москва meldt dat er alweer beperkt auto- en treinverkeer over de brug mogelijk is. Ja, toch een aantal vragen. Jan Baljouw, onze Ruslandkenner. Spectaculaire beelden zagen we, maar de schade lijkt mee te vallen, want de brug is alweer open. Zijn de gevolgen dan ook beperkt? Ja, Rusland doet er alles aan om de gevolgen te minimaliseren, maar ik denk toch wel dat de schade redelijk groot is. Er is maar 1 rijstrook van de 4 beschikbaar. Vrachtwagens mogen er niet over. Er is ook maar 1 treinspoor van de 2 beschikbaar. Dus de capaciteit is aanzienlijk verminderd, terwijl die Krimbrug de levensader is voor de Krim en misschien ook belangrijker, ook voor de bevoorrading van de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne, die al onder zware druk staan door het oprukkende Oekraïnse leger. En natuurlijk is het toch ook wel een kaakslag voor president Poetin, want de inlijving van de Krim beschouwt hij als een van zijn belangrijkste verwezenlijkingen van zijn presidentschap. En die brug staat daar symbool van. Hij was zelf persoonlijk aanwezig bij de inhuldiging van de brug, reed er met een vrachtwagen over, omdat hij er zoveel belang aan hecht, omdat die brug eigenlijk de Krim vasthecht aan het Russische vasteland. Ja, we kunnen toch aannemen, Jan, dat die brug zwaar bewaakt wordt door de Russen. Je zegt zelf, symbolisch belangrijk.
Hoe is dit dan ongemerkt kunnen gebeuren? Dat is de grote vraag. Het is waarschijnlijk het belangrijkste strategische object in Rusland op dit moment, zeker door de oorlog in Oekraïne. Dus je zou verwachten dat die brug nog extra wordt bewaakt. We zien ook dat die vrachtwagen is gecontroleerd, maar toch is het mogen doorrijden. Dus ja, er is duidelijk daar iets misgelopen. Het was ook een massieve explosie waarvoor je heel veel explosieven nodig hebt. Wat waarschijnlijk verklaart waarom er met een vrachtwagen is gewerkt. Er is ook een ontploffing gebeurd net op het moment dat een trein met benzine voorbij reed. Dus duidelijk een goed uitgekiende operatie, niet het werk van amateur. Ja. En we gaan dus intussen wel uit van een aanslag. Wie zit er dan achter die aanslag? Wel, Rusland heeft een onderzoek opgestart, maar wijst voorlopig geen verantwoordelijken aan. En het moet wel gezegd worden dat de reactie in Rusland redelijk gematigd is. Zowel in de politiek als in de media wordt bijvoorbeeld niet gedreigd met zware represailles. Maar natuurlijk kijkt iedereen richting Kiev, hè, omdat Oekraïne al in het verleden al gezegd heeft dat die brug een legitiem doelwit is. Bronnen binnen de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU hebben tegen journalisten van de Washington Post en de Oekraïnse Kaja Pravda gezegd dat hun dienst erachter zat, terwijl kringen rond president Zelensky dan weer suggereren dat het het werk was van de Russische geheime dienst, omdat de vrachtwagen uit Rusland kwam, de weken daarvoor ook in Rusland heeft rondgereden. En ook de chauffeur en de eigenaar van de vrachtwagen komen uit Rusland, uit Krasnodar in het zuiden van Rusland. Kortom, ja, de verantwoordelijkheid is een mysterie en ik vraag me af of we ooit echt zullen weten wie erachter zat. Dus je hebt niet het gevoel dat er in de komende dagen een opeising zal komen van die aanslag? Voorlopig niet, denk ik. Het blijft een mysterie. Oké, dankjewel Jan Baljauw voor dit gesprek. De ontploffing op de brug komt er daags na de 70ste verjaardag van president Poetin. En die verjaardag is gevierd in Tsjetsjenië, een deelrepubliek van de Russische Federatie, onder leiding van de Tsjetsjeense sterke man Ramzan Kadyrov. Поздравляем нашего президента с днем рождения! Kadyrov bracht voor die gelegenheid duizenden soldaten samen. Tsjetsjeense eenheden hebben in de eerste maanden van de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol gespeeld. En Kadyrov zelf werd zo pas nog gepromoveerd tot kolonel-generaal, een rang met 3 sterren. Hij is een van de trouwste bondgenoten van Poetin in de oorlog en riep onlangs nog op tot het gebruik van kernwapens. In Senef, in Henegouwen, blokkeren actievoerders de olieraffinaderij van Total. Volgens de organisatie zelf zou het gaan om 1000 mensen. Ze hebben zich verspreid in groepjes van enkele honderden en staan aan verschillende toegangspoorten. De actievoerders protesteren tegen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de hoge winsten van het bedrijf Total Energies. Een grote groep actievoerders stapt naar de hoofdingang van Total Energies, onherkenbaar en vastberaden om hier alles te blokkeren. D'un côté, il y en a qui gagnent des milliards et des milliards, et de l'autre, il y en a qui vont crever, on va dire. Donc, d'un point de vue purement social, ça me révolte. Il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est plus que temps, c'est déjà tard, quoi. Maar het terrein van de olieraffinaderij in Feluy is groot en heeft vele ingangen. De actievoerders hebben zich in groepjes opgedeeld en komen langs verschillende kanten. Ze lopen uit de bossen en zelfs langs het water om op verschillende plaatsen de doorgang te blokkeren. De grootste groep geraakt tot aan de spoorlijn die naar het bedrijf loopt. Ze ketenen zich vast zodat er geen treinen grondstoffen kunnen aanvoeren. Ook aan een brug over het kanaal Brussel-Charleroi hangen ze uit protest. De actievoerders kregen de afgelopen weken ook training in verschillende technieken. Concreet waren er dingen van hoe je die 3 palen daar naar boven kunt krijgen, hoe je erop kan klimmen. Wat is de bedoeling daarvan? Als er iemand in de hoogte is, dan is die zwakker. En dan mag die niet zomaar door mensen van de politie weggehaald worden. En er zijn ook mensen die zich in een buis vastzetten met hun handen. Dat is ook een manier dat je niet gemakkelijk weg kan gehaald worden.
De politie is op verschillende plaatsen aanwezig in gevechtsuitrusting, maar laat voorlopig begaan. Dit is de eerste grote actie van Code Rood. En dat is een coalitie van verschillende actiegroepen en burgers. Ze klagen de hoge winsten van de brandstofbedrijven aan en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Wij eisen totaal enerzijds om af te stappen van fossiele brandstoffen, om naar een transitie te gaan waar iedereen in mee kan. En wij eisen ook dat er natuurlijk afgestapt wordt van die afhankelijkheid van de fossiele industrie en dat de gewone burger daar wordt in ondersteund. De actievoerders hebben slaapzakken mee en zijn van plan het hier zeker 24 uur uit te houden. En in het noorden van Frankrijk en rond Parijs staan er lange wachtrijen aan de benzinestations. Er zijn problemen met de brandstofbevoorrading, waardoor niet iedereen in het station elk soort brandstof kan aanbieden. Of sommige stations zijn zelfs helemaal gesloten. Dat komt omdat een vakbond, onder meer enkele olieraffinaderijen van Total Energies en ExxonMobil, blokkeert in een conflict over loonsverhoging. De topministers van de federale regering zitten al een hele dag samen om de begroting voor volgend jaar en het jaar erna op te stellen. Dinsdag moet er een akkoord zijn. Dan wordt premier De Croo in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En er is onder meer nog discussie over hogere belastingen. Zo wil Groen de tax op effectenrekeningen verdubbelen. Maar dat zien CD&V en de liberalen dan weer niet zitten. Hoeveel geld de regering zoekt, staat nog altijd niet vast. 4 miljard was gezegd om het gat in de begroting van 23 miljard op 2 jaar kleiner te maken. Het wordt misschien minder of meer als onze beslissingen maar een blijvend effect hebben, zeggen de liberalen. Het is gewoon belangrijk dat we vandaag structurele maatregelen nemen, zodanig dat we zorgen dat de uitgaven die we vandaag moeten doen om burgers en bedrijven te ondersteunen, dat we ervoor zorgen dat natuurlijk onze kinderen daar later niet mee opgezadeld zitten. En daarvoor wordt gekeken naar besparingen en nieuwe of hogere belastingen. Groen wil de effectentax verdubbelen. Die bedraagt nu 0,15% vanaf 1 miljoen euro op de effectenrekening of 1500 euro dan. Wij denken dat daar een verdubbeling. Een billijke inspanning is op dit moment. En het gaat, als je een effectenrekening hebt van 1 miljoen euro of een jaarlijkse belasting van 3000 euro, dat is echt wel verdedigbaar. Voor ons is de tax het moins possible, de toute façon. Donc, nous, on ne veut pas de rage taxatoire, hein. Donc, c'est clair. Ook CD&V wil spreken over een hogere effectentax, maar geen verdubbeling. De partij remt ook af bij de extra belasting op de grote winsten van energiebedrijven. De groene minister van Energie gaat daarbij verder dan wat Europa voorstelt. We moeten vooral zorgen dat we een stevige juridische basis hebben. En ik heb het altijd al gezegd, en ik zeg het al een aantal maanden, dat als we iets op tafel leggen, dan wil ik niet dat we 2 weken later of 2 maanden later zien dat het vernietigd wordt door een rechtbank. Wij zitten blijkbaar aan tafel met een aantal monsieur Nons die op een of andere manier het nodig vinden of het onbegrijpelijk vinden dat de energiesector die nu onwaarschijnlijke winsten maakt, of een aantal van die energieproducenten toch, dat die hun deeltje zouden bijdragen om de factuur van mensen te verlagen. Het worden nog gezellige dagen daar in de regering. De hoge prijzen voor gas en elektriciteit beheersen nu al een paar maanden het nieuws. Iedereen krijgt ermee te maken. Bedrijven, gezinnen, scholen en overheden. Ze proberen allemaal maatregelen te nemen om hun verbruik van gas en elektriciteit te beperken. Ons programma De Markt vond mensen die verrassend weinig betalen omdat ze een energiegemeenschap vormen. Het Marius Renaar-gebouw, 450 flats op 27 verdiepingen. Robert woont hier sinds 1977. Zijn energieverbruik is dat van een gemiddeld gezin. Alleen betaalt hij veel minder. Précédemment, je payais plus ou moins 100 euro par mois. Je me suis rendu compte que maintenant mes factures sont de maximum 50 euro, parfois moins. 150 bewoners hier vormen een energiegemeenschap. Met een warmtekrachtkoppeling, een motor die elektriciteit opwekt, produceren ze energie. Ze verkopen die aan zichzelf en aan andere bewoners. De energiegemeenschap legt zelf de prijs vast. Hier hebben ze beslist 25 cent per kilowattuur aan te rekenen voor een verbruikte kilowattuur in een appartement. 80% van wat Robert verbruikt komt van de warmtekrachtkoppeling. 20% neemt hij af van een grote leverancier. Alleen op dat deel voelt hij de flink gestegen elektriciteitsprijzen. De verkoop van stroom levert de energiegemeenschap geld op. 75.000 euro al dit jaar. En de gemeenschap heeft beslist om te investeren. Op het einde van dit jaar komen er 24 windmolens van dit type. Deze windmolens gebruiken de stijgende winden langs de gevels
Volgend jaar worden er 300 vierkante meter zonnepanelen geplaatst. En dit om de autoproductie van dit gebouw tot 1,4 miljoen kilowattuur jaarlijks te brengen. Er staan honderden hoge gebouwen in Brussel. Als die allemaal energie zouden produceren zoals hier, kunnen we het misschien met een kerncentrale minder doen. De kernreactor Doel 2 is vannacht opnieuw opgestart. Doel 2 kwam donderdag automatisch tot stilstand na een kortsluiting in het besturingssysteem van de controlestaven. Die staven, die gebruikt worden om de kernreactie te stoppen, hangen in een magnetisch veld. Als de stroom in dat veld onderbroken wordt, valt de staven naar beneden en stoppen ze de kernreactie. Volgens uitbater Engie Electrabel was er nooit een gevaar voor de veiligheid. Bij een brand in een flatgebouw in Mechelen is een vrouw van 40 omgekomen. De brand brak uit in de slaapkamer van een appartement op de tweede verdieping. Het vuur is gedoofd nog voor de brandweer aankwam, maar de bewoonster ervan zelf raakte niet meer uit haar slaapkamer. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar tevergeefs. En in Hoogstraten is er vanmorgen een ongeval gebeurd met een tankwagen gevuld met melk. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de tankwagen kwam in een voortuin terecht. Een deel van de 30.000 liter melk liep de kelder van de woning in. De brandweer was lange tijd in de weer om de kelder weer leeg te pompen. Medische specialisten die vragen aan huisartsen om minder slaapmedicatie voor te schrijven. Elke dag worden in ons land meer dan 1 miljoen dosissen afgeleverd. Maar er zijn alternatieven die veel beter werken. Slaappillen zijn immers erg verslavend en kunnen op termijn zelfs slaapverstorend werken. Het slaaplaboratorium van het Jessa ziekenhuis in Hasselt zette vandaag de deuren open voor zorgverleners van de eerste lijn. Dus er zijn altijd meerdere redenen waarom iemand slapeloosheid ervaart. Dat is niet gewoon één zaak. Dat kan algemeen spanning zijn in het leven. Dat kan te maken hebben met hoe dat ze over hun slaap denken. Van ik ben een slechte slaper, het gaat mij nooit goed lukken. Ja, dan gaat je al met spanning naar bed natuurlijk. Goed nieuws. Dit soort slaapproblemen is bijna altijd op te lossen in een aantal groepsessies die opnieuw gezond leren te slapen. In de slaaplaboratoria van onze ziekenhuizen stellen dokters vast dat slapeloosheid een groeiend probleem is. In de hand gewerkt door onze zeer hectische, slaaponvriendelijke 24/7 maatschappij die ertoe geleid heeft dat we eigenlijk de laatste 50 jaar onze slaapduur met gemiddeld een tweetal uur is afgenomen. Er bestaat natuurlijk medicatie die helpt om te slapen, benzodiazepines. Maar eigenlijk mag je die maar een tweetal weken tot een maand gebruiken, terwijl 84% van de patiënten ze langer dan een half jaar gebruikt. Huisartsen beginnen wel hun voorschrijfgedrag aan te passen. Vroeger werden er veel meer benzodiazepines voorgeschreven. Het werd veel gemakkelijker een temestaken of zo. De slaapmedicatie? Ja. Dat is veel minder. En waarom is dat nu minder? Omdat we verstandiger geworden zijn. Ja. Wel, die wordt te vaak als onschuldig gezien, hè, die slaapmedicatie. Maar je moet niet vergeten dat zij geen normale slaap induceren. Zij verstoren je slaapstructuur. Je gaat veel oppervlakkiger slapen, minder diep. Je gaat inderdaad wel minder gemakkelijk wakker worden. Maar op lange termijn heeft dat ook nevenwerkingen. Bovendien gaat je heel snel verslaafd zijn aan die medicatie, afhankelijk worden van die medicatie en gaat het stoppen van die medicatie nog meer slaapproblemen kunnen geven. Na de sport trekken we naar Knokke, waar dit weekend de liefhebbers van oldtimers verzamelen. Je kan er de mooiste auto's bewonderen. Dat gaan we doen straks van dichtbij. Maar eerst de Ronde van Lombardije, Katrien. Ja, het laatste wielermonument van het seizoen. En Tadej Pogacar heeft gewonnen. De tweevoudige toerwinnaar en nummer 2 van de voorbije Ronde van Frankrijk volgt op de erelijst zichzelf op. Hij is de eerste die bij zijn eerste 2 deelnames in Lombardije meteen 2 keer de zege pakt. Vandaag kon alleen de Spanjaard Enric Mas de Sloveen tot op het einde volgen. Pogacar versloeg Mas makkelijk in de spurt. Het Comomeer en omgeving vormen het prachtige decor voor de koers van de vallende bladeren. Toerwinnaar Vingegaard kijkt hier voor het eerst opnieuw in de ogen van zijn rivaal Tadej Pogacar. Twee grote namen rijden hun laatste wedstrijd van een lange carrière. Vincenzo Nibali, hier in tweede positie, won de 3 grote rondes. En Alejandro Valverde zit hier in het wiel van Pogacar. Hij won 4 keer Luik-Bastenaken-Luik.
Allebei zitten ze in een kleine groep die begint aan de voorlaatste helling. Het is een koers met een hoog tempo, maar zonder demarages, tot Pogacar op de pedalen gaat staan en alleen Mas mee kan. Vingegaard moet het laten gebeuren, alleen Landa komt nog bij het kopduo en gaat vol in de afdaling. Op de slotklim probeert Mas het een paar keer. Hij wordt onder andere gehinderd door de motoren, maar de benen van Pogacar zijn vooral te sterk. Landa moet de twee laten gaan. In de spurt is Pogacar de beste. Een derde keer op rij de Tour winnen lukte niet dit seizoen, maar hij wint wel voor de tweede opeenvolgende keer de Ronde van Lombardije. Nog in Italië, in Veneto, zijn er dit weekend voor de allereerste keer wereldkampioenschappen in het gravelbiken. De vrouwen hebben hun Gravel WK al achter de rug en de zege was voor de Française Pauline Ferrand-Prévot. 140 kilometer moeten de vrouwen afleggen en maar een derde daarvan gaat over asfalt. Het Franse fenomeen Pauline Ferrand-Prévot is de beste. Ze schrijft alweer geschiedenis. 7 jaar geleden was ze de eerste met tegelijkertijd in haar bezit de wereldtitels op de weg, in het veld en in het mountainbiken. En nu is ze de eerste gravel wereldkampioene. Morgen zijn de mannen aan de beurt. Daar doen onder andere Mathieu van der Poel, Greg van Avermaat en Peter Sagan mee. Op het WK volleybal hebben onze Yellow Tigers niet kunnen stunten tegen nummer 1 van de wereld, Brazilië. De Belgische vrouwen verloren met 3-1. De eerste set was wel spannend en die haalde de Tigers verrassend binnen. Daarna bleek Brazilië te sterk. De Tigers kunnen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Dan moeten ze morgen wel in maximaal 4 sets winnen tegen nog een topland, China. De Yellow Tigers peppen zich op voor een aardsmoeilijke taak. Alle steun is welkom, want dit is Brazilië, de nummer 1 van de wereld. De Tigers in het zwart starten uitstekend. Ze zitten meteen in de wedstrijd en vechten verbeten voor elk punt. Een 3-5 voorsprong zo waar. Hier zit meer in. Brazilië komt dan stevig blokkend aan het net langs zij, maar bij de Belgen is Herbots goed op dreef. Een 20-23 voorsprong. Het wordt dan nog knokken voor de setwinst, maar bij de vierde setbal is het eindelijk raak. Voilà! De set is binnen. Ho, ho, 26-28. Sensatie lijkt in de maak, maar in set 2 beukt Brazilië zich door de Belgische defensie. Hier is het score nog 25-17, maar voetjes op de grond in de derde set. België wordt overklast. Brazilië is nu helemaal op dreef, 25-11. En ook in set 4 geen kentering, 25-16. De Yellow Tigers gaan strijdend ten onder met 3-1 tegen een superieur Brazilië. In het voetbal blijft Antwerp op kop van het klassement staan. Na het eerste puntenverlies van het seizoen, de nederlaag van vorige zondag bij KV Kortrijk, pakte de Great Old thuis tegen STVV weer de 3 punten. Het was geen spectaculaire, maar wel een verdiende zege. Gerkes opende vroeg de score. Nog voor de rust viel STVV met 10 man. En dan duurde het toch nog tot in de toegevoegde tijd voor Antwerp de 2-0 maakte. Antwerp swingt weer na de misstap van vorige week in Kortrijk. Niet dat je onder druk staat, maar je moet gewoon laten zien dat je mee wilt doen bovenin. Ja, dan moet je de wedstrijd nadat je verloren hebt, moet je zeker winnen. Het klinkt makkelijk en dat lijkt het ook als je deze pas van Toby Alderweireld ziet. Pieter Gerkes neemt hem in dank aan. 1-0 voor Antwerp na 8 minuten spelen. Fantastische bal. Volgens mij is die bal nog geen meter hoog geweest. Aanname en doelpunt. Ik was er heel blij mee. Sint-Truiden reageert via Leisner. Het is al van januari geleden dat STVV een uitwedstrijd verloor. Maar 10 minuten voor de rust maken ze het zichzelf wel moeilijk. Bauer lijkt een slag uit te delen aan Jansen. Laforge geeft eerst een gele kaart. Maar na een blik op het scherm verandert hij van mening. Bauer moet eraf, STVV nog meer dan een helft met 10. Toch blijft de 1-0 nog lang op het scorebord staan. Ekkelenkamp en Nainggolan proberen wel, scoren lukt voorlopig niet. In de extra tijd is het in 2 keer dan toch raak via invaller Scott.
Nog even checken bij de VAR, maar het doelpunt telt. 2-0. Antwerp pakt 30 op 33. Het was een beetje een zakelijke zege, zoals je zei. Ja, enorm zakelijk. Hè. Ik denk dat het nodig was na vorige week. Het verlies goed te maken, 2-0. Natuurlijk clean sheet terug, dus dat is goed van de verdediging. Maar aan de andere kant moeten we meer doen met de kansen en moeten we meer goals maken en de match naar het doel maken. 30 op 33. Ja, ik denk dat het niet slecht is. Jammer van vorige week, maar ik zeg, misschien een nieuwe reeks nu. Antwerp blijft leider. Ook dichtste achtervolger Racing Genk heeft al gespeeld en gewonnen. Genk versloeg KV Kortrijk met 2-1. Genk volgt op 2 punten van de Great Old. Club Brugge heeft 8 punten achterstand, maar club komt straks nog in actie. Om 9:15 krijgt de landskampioen Westerlo op bezoek. In de Formule 1 kan Max Verstappen morgen voor de tweede keer op een rij wereldkampioen worden in de Grote Prijs van Japan. De Nederlander vertrekt alvast van op de pole. Tijdens de kwalificaties was er bijna een aanrijding. Verstappen schuift naar de zijkant. Lando Norris moet op het gras uitwijken. Verstappen zal hier een reprimande voor krijgen. Later verliest hij ook een onderdeel van zijn wagen, maar hij zet de snelste tijd neer. Hij start voor de 5e keer dit seizoen van op de 1e plaats. Ferrari-rijder Charles Leclerc vertrekt als 2e. Hij strandde op 1/100ste seconde van de WK-leider en regerende wereldkampioen. En Max Verstappen kan in heel wat scenario's morgen de wereldtitel grijpen. Maar als hij de grote prijs wint en de snelste ronde neerzet, dan is het altijd prijs. Wordt boeiend. Dankjewel, Catherine. Wij gaan het trouwens ook nog even over auto's hebben om af te sluiten. Knokke-Heist is altijd al een ideale plek geweest voor wie van blitse wagens houdt, maar dit weekend nog meer. Want alles staat er in het teken van de Zoete Grand Prix, een rally met historische wagens. De liefhebber kijkt er zijn ogen uit. Een lange rij oldtimers wordt vanmiddag verwelkomd op de zeedijk van Knokke. 3 dagen lang reden ze langs Vlaamse wegen. Ik ben co-piloot en een co-piloot die heeft een roadbook. En in de roadbook staat alleen maar bolleke pijl. Dus waar dat wij hebben gereden, dat weet ik niet goed. Dat is een wagen van 1926 en daar moet je nog dubbel schakelen. Dus een dubbel clutch. Elke pedaal moet je dubbel trappen enzovoort. En ik vind het fantastisch. Dat is geweldig, hè? Ja, we vinden het echt heel fijn. Ja, vindt u daar zo mooi aan? Gewoon die oude auto's, maar onze mannen zijn verzamelaars. Dus, dat is wel... Die hebben ook zo'n auto? Ja. En waarom rijdt u dan niet mee? Weet u hoeveel geld dat dit kost? Geld mag geen rol spelen, zeker niet in de Koninklijke Zoete Golfclub. Dit weekend uitzonderlijk open met ruim 80 unieke oldtimers. Italiaanse sportwagens, antieke mobielen en meer recente schoonheden. Deze gerestaureerde Ferrari werd op maat gemaakt van Weile Prins Bernhard van Nederland. Is dat dan nog wel echt een oude auto als hij helemaal samengesteld is uit nieuwe elementen? Goh, nieuwe elementen mag je niet zeggen. Eigenlijk zitten hier bijna uitsluitend de originele onderdelen in, maar die eigenlijk gerestaureerd zijn geweest. Onze favoriet was deze Mercedes uit 1961, gemaakt voor een fabrikant van schilderdozen. De eigenaar betaalde er ruim 1,5 miljoen voor en is niet bang voor ongelukken. Zo darf man niet denken, want dan, wenn man angst hat, wenn man zo denkt, dan sperrt man den in de garage en dan steht ook niet hier, dan is weg en dan ziet ihn keiner en dan macht ook keinen Spaß. Kijk, die klinken, die grillen, alles. Het is zo'n uniek model met die mooie vloeiende lijnen. Dat maken ze vandaag de dag eigenlijk niet meer. Wordt u nu jaloers en begeerig als u hier rondloopt? Begeerig niet. Allee, ja. Het zijn mooie dingen, maar het zijn zaken die nooit binnen budget zullen vallen. Dus tevreden zijn met wat we hebben. Hè. De brug die de Krim verbindt met het Russische vasteland is grotendeels vernield na een ontploffing, zo goed als zeker door een aanslag. Maar wie erachter zit, dat is voorlopig niet duidelijk. Dat was het voor nu. Heel graag tot straks. На деформационном шве ушло. Да. Топливо в наличии больше, чем на месяц. У нас полностью никакого ажиотажа быть не должно. Продовольственные запасы больше, чем на 2 месяца практически по всем направлениям. Ja, Rusland doet er alles aan om de gevolgen te minimaliseren, maar ik denk toch wel dat de schade redelijk groot is. Hè. En natuurlijk ja, is het toch ook wel een kaakslag voor president Poetin, want ja, de inlijving van de Krim beschouwt hij als een van zijn belangrijkste verwezenlijkingen van zijn presidentschap. En die brug staat daar symbool van.